In de molen van Sloten woont een echt molenspook. Er zijn maar weinig mensen die dit weten. Niemand weet hoe oud het monster precies is, maar we weten wel dat hij eerst woonde in de Riekermolen. Dat is een oude molen die lang geleden hier in de buurt stond. De molenaar heeft boven op de zolder een zak houtsnippers neergezet. Hopelijk eet hij die en knaagt en knabbelt Ranonkel dan niet aan de belangrijkste balken van de molen. Dus als je daar goed om je heen kijkt en stil bent, heb je misschien geluk dat je Ranonkel ziet.